Jacco en ook de anderen van de bouwkampers bedank dat ik hier een presentatie mag geven over houtvocht. Ja, dit is voor mij de eerste keer dat ik een presentatie geef over houtvocht. Er is natuurlijk heel veel van te zeggen. Er zijn heel veel specialisten die er veel en veel meer van weten dan wat ik ervan weet. Ja, wat ik ga vertellen is in ieder geval persoonlijke ervaringen die ik heb met hout, maar ook ervaringen die we als de Groot Vroomso hebben met hout en houtvocht. En ja, als je erover nadenkt aan de voorkant, een presentatie over houtvocht, dan denk je, oké. Maar als je er een keer mee bezig bent, dan denk je, joh, ik kan wel 10 presentaties geven, misschien van houtvocht. Maar dan heb je nog lang alles niet geraakt. Ja, ik ben Wim Sturks, directeur-bestuurder bij de Groot Vroomso Groep. En rechts op het plaatje de kinderen van onze werknemers. Hier mijn eigen kinderen. En ja, ik ben in het midden en met 2 kleinzoontjes. En ik zit hier op de hoek van mijn eigen terras van mijn woning. En dat is een woning die voor een belangrijk deel uit eikenhout samengesteld is. En onbehandeld is in aanvang en ook onbehandeld blijft. Dus daar heb ik toen voor gekozen. En ik denk van, daar wil ik vooral hierover hebben van, wat zijn nu de eigenschappen bijvoorbeeld van hout? Ja, we zijn de Groot Vroomso op. Al sinds 1927 bouwen we bewust met hout. En toen nog met telefoonnummer 18 is de heer De Groot begonnen in 1927 met de houthandel. En vervolgens direct erachteraan een fabriek van houten gebouwen. Dus waar we nu al bedrijven hebben die aan Priva denken te doen, De Groot, die deed het al bijna 95 jaar geleden. Toen zag dat er zo uit in de fabrieken. Prefab gevels en daken werden daar samengesteld. En al heel snel lag er ook een industrieel spoor in de fabriek, zodat er echt seriematige productie plaatsvond. En ja, we vervoeren de spullen op een andere manier door onze fabrieken. Maar in die zin kunnen we rustig stellen dat De Groot, de oprichter, al toonaangevend was. En wij denken dat nog steeds ook te zijn en blijven. Ja, dit is het boek wat uitgegeven is met 95 jaar bestaan. Dit is een trap die ook echt door ons gemaakt is en in de buitenlucht staat, onbehandeld. Die trap is van Akoya gemaakt. Het is natuurlijk wel een behandeling met een zuur, wat maakt dat de schimmels het hout niet meer als hout herkennen en zich daar niet in willen nestelen. Dus een hele mooie manier om hout te laten zien, zonder het weg te verven, maar het hout een andere eigenschap te geven. Ja, en ik denk van, waarom zitten we nu in de nieuwe houten heel zoals het heet, of waarom zitten we nu bij elkaar en zitten we hier te presenteren over hout? Nou, je ziet dat hout echt in opkomst is. En dat komt met name door de CLT, de cross-laminated timber, of zoals de Duitse landen zeggen, de bresperholz. Waarom is dat? Om als hernieuwbare grondstof voor gebouwen minder milieubelastend te zijn. Kijk, ik heb daar de kinderen, zie je ernaast staan, die zijn allemaal in 2010 zo'n beetje geboren. En je ziet dat de primaire grondstoffen ja, aan het opraken zijn als we op deze manier doorgaan met 40% van de grondstoffen in gebouwen te stoppen. En als ze niet weer hernieuwbaar zijn en we eindigen op de sloop, dan gaat het niet goed. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is van de zagerijen, van de boseigenaren. Kijk, de CLT die is ook bedoeld om de esthetisch minder fraaie houtkwaliteit hoogwaardig toe te kunnen passen in de tussenlagen en die als volwaardige grondstof af te kunnen zetten aan de markt. En hier zie je bijvoorbeeld de bouwschimmelverkleuring die niet kwalijk is en die aan de buitenranden van het hout ontstaat als bijvoorbeeld het hout langer in het bos is blijven liggen. Maar dit hout willen we eigenlijk niet zien in onze ja, constructies wanneer we dat verwerken. Maar het is eigenlijk constructief eigenlijk niet minder qua kwaliteit. Dus je kunt heel goed in de binnenlaag van de CLT kwijt. En dan hoeft het niet de papierindustrie of de pulpindustrie in te verdwijnen.
En dan, dan zegt in 2017, in juni 2017, dan staat er dit artikel dus, dat we bezig zijn om in 2020 1,2 miljoen kubieke meter in Europa te produceren. Nou, ik verzeker u, ik denk dat het op dit moment al 2 miljoen is. Dus het gaat echt hard met de productie van CLT. Enerzijds om die blauw gekleurde delen kwijt te kunnen, maar andere ook om de negatieve, zeg met een vraagteken, houteigenschappen complementair en positief laten samenwerken. Met name het verschil in lengtekrimp en breedtekrimp van hout. Lengtekrimp, zeg maar in de vezelrichting mee, is maar een tiende van de breedtekrimp. En wanneer je hout dus kruislinks op elkaar verlijmt, dan gaan die breedte krimp eigenschappen, wat bijvoorbeeld negatief is wanneer je dat in een gebouw wilt gebruiken, die kun je dan beperken. Nou, dan gaan we nog even terug naar Karmisch Partenkirchen in 2 december 2010. Want waar komt nu die CLT vandaan en waar is het deels ontstaan? En dan ga ik hier even naar terug en ik ben hier niet wetenschappelijk in, maar de Dagländer, Duitsland, Oostenrijk en Zwijs, die zeggen, het CLT gebruiken voor het massief bouwwijzen. Dus waar je kunt bouwen met steen of gewapend beton, is eigenlijk de CLT vervangen voor die bouwmaterialen. In die landen gebruiken ze dat op die manier ook. In Nederland willen we vaak het CLT in het zicht hebben. In dat soort landen gebruiken ze de panelen, ook met een mindere kwaliteit aan de buitenkant. En dan gaan ze er laagjes gips over aanbrengen om bijvoorbeeld geluidsprestaties en dergelijke te verbeteren. Dus in die landen waar het ontstaan is, is het vooral bouwen met constructief materiaal als vervanger voor de steen en het beton. Vervolgens met laagjes afwerken om de prestatie te verbeteren. Die landen hebben ook een historie van bouwen met massief hout. En onderin, rechts onderin, zie je dan een staapkiertje en een skelet. Jullie kijken deze presentatie straks maar eens even rustig naar, want er zitten heel veel plaatjes in. Maar je ziet hier een verwachting in 2010 wat het gaat groeien aan productie van de CLT, maar het is veel en veel harder gegaan. De TU in Graz zit trouwens in het centrale gebied waar op dit moment, denk ik op dit moment, zo'n beetje de meeste CLT-productie in een straal van 150 kilometer plaatsvindt. Het verdubbelt zich. Hier gaan we naar de Holzblokbouw in het Dagelende. En dat ziet er dan zo uit. Hier zie je ook dat zowel het dak als de gevels van massief hout zijn en eigenlijk onbehandeld heel lang meegaan. Er wordt heel fraaie architectuur meegemaakt. Of soms wat eenvoudige architectuur, maar wat je ziet elke keer is dat het hout heel luchtig is verwerkt. Dus je ziet dat het kan ventileren en dat dit soort gebouwen ook heel lang meegaan. Maar dat moeten we wel realiseren, wij zitten wel in een ander klimaat dan het dagland. We zitten in een zeeklimaat en dat is toch wel gevoelig. En dit soort architectuur, bijvoorbeeld in de staafkerk in Noorwegen, of deze staafkerk, die laat zien dat je heel veel hout gewoon onbehandeld buiten kunt gebruiken. Deze heb ik in een presentatie zitten, die ik ook al geschreven. Ik zal hem even iets kleiner maken. De technische aandachtspunten bouwen met hout, ontwerp engineering en zowel met vocht. Dat zijn zowel een krimpgedrag, dus hout zet uit en krimpt. Op het moment dat de relatieve luchtvochtigheid verandert, dan deint het hout mee met het opnemen van het vocht. Je moet opletten in de vochthuishouding van het hout, zowel binnenshuis naar de ruimte. Stel dat een badkamervloer lek is en die gaat lekken, heb je bij een betonvloer niet zo'n probleem. Maar bij een CLT-plaat duurt het waarschijnlijk wat langer voordat je het ziet. Maar heb je uiteindelijk wel een veel groter probleem op, in herstel. Maar je moet ook van buiten moet je voor oppassen. Dus hoe ga je om met aansluiting van galerijen? Ga je die zomaar uitkragen en met bitumen afdekken? Wat gebeurt er als je een lek hebt? Kun je dat dan nog later überhaupt herstellen? Maar ook dampspanningen die ontstaan, bijvoorbeeld van een woningscheidende wand. Of een dampopenverbinding die bijvoorbeeld niet goed gemaakt is. Of ja, enzovoort. Dus er zitten heel veel aspecten die rondom het vocht met het hout spelen. Maar wat heel belangrijk is, en ik zeg die laatste dan altijd als karikatuur en als grap, maar dat de aannemer in Nederland en handelaar
ik zeg altijd, vaak was gezien als een boef met een trekker aan de auto. En dat is natuurlijk niet helemaal zo, dat is een karikatuur. Maar wat je ziet is in die landen die echt met hout werken, daar zie je dat het vakmanschap, en bijvoorbeeld het diploma, het Siemenmeister, dat is hoog aangeschreven. Dat in Nederland ook deels het vakmanschap, natuurlijk niet allemaal, maar deels is verworden tot procesmanagement en inkoop en verkoop. En komt er, zeg maar, risico's verleggen naar andere partijen. Bij het gevaar af dat die ook niet helemaal gespecialiseerd zijn. Als ik dat CLT-hout pak, en dan pak ik eens even het vuurhout. Het vuurhout, dat is het tweede boompje van links, dat is de fijnspa. En daar heb ik de borgenkever, of de letterzetter, bij getekend. En die is een van de oorzaken dat de CLT enorm groeit in Europa. Die past de bomen aan die in het bos staan. De bomen moeten vervolgens snel geoogst worden. Want de besmetting rondom die bomen, het is bijna net corona, zou ik zeggen, valt altijd in een cirkel, in een diameter rondom die boom. En die parasiet, die tast die boom aan. Die past de sapstroom, die wordt doorgelegd, zeg maar lam gelegd. Die boom gaat door, maar die moet er snel uit, want als die boom niet geoogst wordt, dan parasiteert die nog. Dus vanuit die parasieten die er dan weer uitgaan. En wanneer die boom te lang ligt, krijg je die blauwschimmelverkleuring in die bomen. Dat is vocht. Er komt eigenlijk dat een boom is eigenlijk een heel opbouw van cellen, van vezels, van lagen. Hier kun je op afstuderen. Ik denk dat elk onderdeeltje, zowel de stam en alle niveaus die er hierop zitten, kun je echt heel ver in gaan om, en ook zeggen, er zijn echt specialisten voor. Maar ik wil me beperken tot een belangrijke eigenschap hier, en dat is het hygroscopisch vermogen om vocht op te nemen en vocht af te staan. En dat in de handen is afhankelijkheid van de temperatuur en de relatieve bevochtigheid. En dat is bijvoorbeeld in gebouwen heel interessant. Want als je gebouwen maakt helemaal van hout, dan zijn er zelfs rapporten van, die laten zien dat de kwaliteit in zo'n gebouw van hout veel prettiger voelt. Nou, daar ga ik hier niet op verder. Maar het is wel een belangrijke eigenschap. Die eigenschap maakt ook dat hout krimpt en zwelt. En daardoor lastig op zijn plek te houden is. Wat bijvoorbeeld bij de aansluitingen onderling, maar ook aansluitingen en andere bouwdelen, tot problemen kan leiden. Een paar belangrijke punten. En als je naaldboom zaagt, bijvoorbeeld doekwas, dan kan er zomaar 50% water in zitten. Een populier, daar ga ik het hier niet over hebben, maar een populier zit meer dan 100% water in. Het is afhankelijk van seizoen en klimaat, maar een boom zit per definitie water in als hij groeit. Dat zijn ook de sapstromen. Belangrijk is dat bij 27% vocht, als hij gezaagd is, dan gaat hij krimpen. Dan begint hij niet meer krimpen en die kan wel doorkrimpen, zeg maar, tot een houtvocht van 5%, als je dat zou kunnen halen. Maar een heel belangrijke demarcatie is 20%. Als je namelijk hout verwerkt en het houtvocht wordt 20% of hoger, dan krijg je aantasting van het hout en schimmels in het hout en dan gaat het hout dus kapot. En ik heb eronder gezet, 12 tot 7% houtvocht is ook goed in acht te nemen, omdat de meeste hout wat aangeboden wordt, constructie timmerhout, zo tussen de 14 en 18% ligt, maar het kan drogen. Nu met luchtdicht bouwen, hoogisolatie eisen, kan het zomaar terug naar 7%. Heb je wel 10% houtvocht krimpt. En dat is best heel veel. En dan ga je terug vinden in je hout. Hier haal ik toch even aan. In sommige gevallen is het anders. Waarbij bijvoorbeeld, we zijn de enige in Nederland die hier een zeer keurmerk op vingerlassen heeft. Maar bij onze vingerlassen, dan hebben we een houtvocht, bijvoorbeeld van vuren, 11% houdbaar. En larix 14%, omdat dat een homogenere structuur is. Dus dichter hout is en ook wat vochtig, makkelijker. Wat minder makkelijk kwijt kan, of er ook in wil. Laris gebruiken we vaak voor buitenproducties. Maar het hout sowieso eigenlijk dan al aan de hand van relatieve vochtigheid tussen de 14 en 18% zal komen. Maar we houden, wanneer we vingerlassen aan, dat hout vocht, zeg maar 11% is bij vuren. En dat mag plus of min 2% zijn. Maar voor de twee werkstukken die we aan elkaar nemen, mag het maar maximaal 1% verschil zijn. Omdat je anders heel gekke werking krijgt in je constructies. Dus dat komt best wel heel precies. Soms laten we hout even wat langer in de fabriek liggen. Op een bepaalde plek om het, vochtigheidshalte van de werkstukken gelijk te krijgen. Nou, hier zie je vlijmen van een vingerlas. Dat is ook belangrijk. Hier zie je het opsluiten van een vingerlas. En hier zie je dat we eigenlijk een
balken weer ligger gemaakt hebben. In dit geval van secundaire liggers die al 40 jaar dienst hadden gedaan. En die hebben we hier weer opnieuw gevingerlast en in onze nieuwe bedrijfshal verwerkt. Zoals al gezegd, een bouw, dit stroomt in de tuin. 50% water, vat die. We gaan drogen in de buitenlucht, kun je opgelaat circa 70% halen. Kunstmatig kun je tot circa 9% draaien. En dat doe je met een hoop temperatuur, zeg maar, en ook wegventileren. Nou, hier zie je een stammetje. Die heb ik zaterdag op een houtblok bij brandhout even gehakt voor jullie. Dan kun je weer zien dat het hout, het zit er op verschillende manieren uit. En hier zie je links, op de bovenkant zie je eigenlijk de jaarring lopen. En al die lijntjes zijn ook jaarringen. Naar boven toe geeft het hout het makkelijkste, laat ik zo zeggen, de kopkant, de jaarringen, dus wat naar je toe ligt, daar geeft het hout het makkelijkste het vocht af. Dan geeft het in tweede instantie het naar boven toe het makkelijkste af. En dan bijvoorbeeld naar de linkerzijkant. Dus hoe hout vocht opneemt en afgeeft, er zit ook verschil in de samenstelling van dat hout. Dus hier nog een keer een klosje getekend. En hier nog een ander klosje, een klosje Douglas, even gespleten. En wat je ziet is dat zeg maar het kapshout en het langshout, dat ziet er niet alleen verschillend uit, maar je ziet ook de vezelrichtingen duidelijk lopen. En dan nu even naar die houtboot toe. De onweersbui in aankomst. En toen dacht ik van, wat gaan jullie nou vertellen over de hout? En er is heel veel over te vertellen. En ik denk van, joh, maar welke onderdeel van een gebouw krijgt u het meeste water te verduren? En dat is het dak. En we maken ook daken. We maken ze tegenwoordig dus nog wel van hout. En er zit een laag folie overheen. Maar dat deden ze vroeger ook. En het dak, daar is al heel veel over te vertellen. Bijvoorbeeld die leien. Hoe doen ze dat? Ik ben voor 10 jaar geleden ben ik een dag of drie naar een leienmeester geweest om daar eens over bij te laten praten. En ik heb even een raakblokje dit uitgesneden. En wat je ziet is dat de leien eigenlijk op deze manier gedekt worden in laagjes. Die spijkertjes die zijn van koper, dat zijn groene spijkertjes en die zitten eigenlijk in alle leien. Ik heb ze hier maar in eentje getekend, maar dat was een beetje ook vanuit gemak. En in de doorsnede ziet dan zo'n dak er zo uit. En dan leg ik dat dak, dat leg ik even in een helling tussen 22 en 70 graden. Zo ziet dan het dak eruit. En dan zie je dit gebeuren bij een regenwater. Die erop komt. En dan zie je de regenwaterlijn bij een regenbui. Nou dacht ik in eerste instantie, dit is prima. Want het kapshout wordt dan niet heel erg nat. Afhankelijk natuurlijk van de wind die erop staat. Maar dit zeggen de experts, dit is helemaal niet goed. Want vuil spoelt niet weg. Er ontstaan algen aan die kopkant. En ook in de aansluitnaden waar die bovenste lei die onderste raakt. Daarmee verstik je het hout. Blijft het hout nat, komt het niet goed weer tot drogen. En dan gaat je leiendak kapot. Dus zeggen ze, je moet een facetkant aan die onderkant van die single, van die lei zagen, zodat het water het hout neerspoelt. En dan zegt hij, wil je nog echt een goed dak maken? En dan kun je nog verschil hebben in larix of in bijvoorbeeld eik. En eik gebruiken ze altijd in het noorden, bijvoorbeeld van Duitsland. Dan dek je een koperen strip in en die strip die zit er dan zo tussen. En dat hoeft niet in elke laag, maar je kunt bijvoorbeeld ergens 5 lagen van die strips indekken. Aan de bovenkant, in het midden en onderaan. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dit. Want namelijk die koperen strip, die zorgt ervoor dat het koper meegespoeld wordt. Die uitloging, die zorgt ervoor dat eigenlijk het dak, in de levensduur van het dak, eigenlijk een soort van koperarsenaat uitgespoeld krijgt, wat weer aan de bovenkant in die lei trekt. En dat voorkomt dat er schimmels op het dak wel gaan staan. Dus je kunt daar heel veel mee. Dan even naar het hout toe. Dan blijf ik bij die lei. Je kunt een lei zo eruit halen. Maar dat geldt er overal voor. Dat noemen ze radiaal. Dan heb je ongeveer 4-5% werking. Tangentiaal. Dat is op deze manier. Dat is dorsig gezaagd. Dan leg ik die plankjes even naast elkaar. En het verschil is dat die plankjes zo gaan werken. Dus je ziet, zo krimpen ze. En die vrouwen die moet je maar, dat is niet natuurlijk empirisch, dat is niet wetenschappelijk hoe ze het gedaan hebben. Maar die plankjes die krimpen zo. En dan zou je zeggen, joh, kwartiers, dat linkere plankje, dat is het mooiste stabiel plankje. Ja, dat klopt. Maar dat plankje, dat geeft moeilijker vocht op, geeft ook moeilijker vocht weer af.
dan het rechterplankje, waar je moeder makkelijker vocht afgeeft, maar ook opneemt. Dan zou je zeggen dat linkerplankje. Het is meer stabiel, werkt minder. Die doe ik erop. Nee, zeggen ze in Salzburg, dat doen we niet. Want bijvoorbeeld voorkeur, hout dat stabiel blijft liggen. Homogeen en meer najaars hout, dus minder slijtage, dus het hout is ook harder. Op hetvloer bijvoorbeeld eiken, kwartiers gezaagd, zie je die spiegels, die zijn perfect, die slijt vast. Maar in Salzburg zeggen we, hebben voorkeur voor hout dat werkt. Zodat bij droging aansluitvlakken open gaan staan, dus die krimpen meer, dus je meer ruimte voor ventilatie. En ze gaan een beetje bol staan, dus ze gaan op de aansluitingen onderling openstaan. Zodat het weer, als het weer droog is, beter kan drogen. Nou, dat is heel interessant hoe je daar mee kunt doen. Dus het hout voor je laten werken. Dan kun je nog hout singles zagen. Nou, dan zaag je dus de structuur, de vezel, eigenlijk in de lengte richting kapot. Maar je kunt het ook splijten. En als je splijt, ga je in de vezelrichting mee. Die blijft dan heel. En het hout wordt veel minder kwetsbaar voor bacteriën. Nou, vandaag ziet er nog een keer fraai uit. Dus mijn eigen huis had ik willen dekken met deze leien. Maar zeeklimaat, ik durfde het niet. Maar ik denk dat ik het nu wel zou durven. Ik zal daar een koper stripje in maken. Ik zou het wel doen. Een andere manier is een dak van Akkoya, of in ieder geval een brug van Akkoya. Die bewerkt is met acetyleenzuur. Dus dit zuur maakt dat schimmels de grondstof niet meer herkennen als hout. En er geen vat op krijgen. Dus zo'n brug die blijft ook op termijn goed, zonder dat er afgedekt moet worden met verflagen. En hier ook een mooi voorbeeld. In 1999 hebben we in Zonveel, Alkmaar en ook in Limburg, hebben we houten wegportalen gemaakt. In samenwerking met de Stichting Hout Research. Om te laten zien dat dit kan, maar ook omdat ze veel duurzamer zijn. Was toen al onze mening, dan bijvoorbeeld stalen wegbetalen. Want die moeten namelijk ook, de verf, die laat ook natuurlijk wordt aangetast door weersinvloeden. Dus die, ook die stalen wegbetalen, die moeten om de zoveel jaar gedemonteerd worden en opnieuw gestraald worden, wat natuurlijk veel vuil geeft, en dan weer opnieuw behandeld worden. Dat ziet er zo uit. Er zit natuurlijk wel in dit geval een afdekkap boven, zodat de bovenkant van het hout beschermd blijft. En dan zit het weer zo aangebracht dat het dan wel onderdoor kan ventileren. Deze staan gewoon al 20 jaar. Ik denk dat ze er nog wel 20 jaar staan, zonder dat er een behandeling aan moet. En dat is gewoon gemaakt van Siberisch Larix. Ja, onlangs, 2021, dus we weten dat het kan, hebben we, dit is ongeveer 3 maanden geleden in onze fabriek, weer voor de BAM wegportalen gemaakt. Dat ziet er dan in de fabriek zo uit. Hier zie je de toog in dat Siberisch Larix. Dus die kromming hoort erin. Dat is geen werking van het hout, maar dat is een kromming die erin moet zitten. Hier zie je de balk liggen. Samengesteld uit gelamineerd hout. Zodat je ook oneffenheden en zaken die je niet in het hout wil hebben, eruit kunt halen. En hier zie je de kop van die kolom, zeg maar, van die staande. Die wordt hierdoor die gegalvaniseerde kop beschermd tegen in dringen van vocht aan die kopkant. Ja, en er stond het zo op internet, houden verkeerslichten bij Poeldijk, is dit een Indianendorp? Ja, we moeten in Nederland aan die verandering wel eens een beetje wennen, maar ik zou zeggen van, probeer er maar aan te wennen, maar ik denk dat dit vaker gaat gebeuren. Kijk, de goede voorbeelden, die doen we goed volgen. En dan ga ik even terug, dan ga ik naar de gebouwen toe. Ik heb mijn eigen tijd niet in de gaten gehouden, ik zal er ook iets tempo op zetten. Dit is in de jaren 50, 60 en 70, ik denk 80 ook nog, hebben we gebouwen gemaakt van hout. En dat noemen we koppelunits. Heel veel, ook tijdelijke scholen, hebben we op die manier gemaakt. Zelfs de balk die in de grond ligt, is een balk van hout. Dat zou ik nu niet meer willen adviseren. Maar hier hebben we heel veel van kunnen leren. Dus hoe gedragen die houten gebouwen zich. Wat we gedaan hebben, dat is 3 jaar geleden ongeveer, hebben we revival gegeven aan die koppelunits. We hebben voor de gemeente Amsterdam en de onderwijsstichting Klein-Amsterdam, hebben we een houten school ontwikkeld, samen met Search Architect. En die school hebben we helemaal, je ziet die op de onderkant van die module, dit is een houten vloer, die in een helemaal houten module gemonteerd is in Amsterdam, bij de NDSM-werf.
Wat heel belangrijk is, dat ik gezegd heb, we moeten omhoog met de fundatie. Dus een schone kruipruimte met zeer goede ventilatie. Zodat er geen schimmels ontstaan. Wat heel belangrijk is, die 20% houtvocht, die moeten we vermijden. Maar hoe weten we dat in een geclimatiseerd gebouw? Vroeger waren die gebouwen minder geclimatiseerd die we maakten dan tegenwoordig. Met je alle dichtingen, je eisen. Dit is een frisse school in klasse B, dus hoge eisen aan geluid en aan warmte. Hoe doe je dat dan? Maar we hebben toegezegd, meten is weten. In Overleg met gemeente Amsterdam hebben we de vochtsensoring aangebracht onder de vloer. En we hebben die school op diverse punten gemeten. En ik zal er eentje uithalen, en dat is met name het vochtgedrag. Dus wat je hier ziet, is dat de school in de aanvang, de funderingsplaat, zeg maar, voordat die gelegd is, is er een laag schoon zand aangebracht. Daar is die school op gezet. Maar dat zand, daar regent natuurlijk, en het was ook in de winterperiode dat dat neergezet werd, maar dat zand was nat. Toen die school erop zat, ja, wordt dat zand natuurlijk onder die school niet meer nat, dat droogt. En wat zie je vervolgens? Dan zie je niet alleen de relatieve luchtvochtigheid dalen, maar dan zie je ook het houtvocht dalen. En je ziet dat het houtvocht mooi naar de 17-18% toe gaat. Dus de conclusie is ook geen houderhoud probleem verwacht. Je kunt ook zeggen, ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, natuurlijk is het belangrijk. Maar we zochten wel de theoretische bevestiging van wat we in de 30 jaar de grootte van het zonbouwsystemen wel al bedacht hadden, maar nog niet met deze eisen qua thermische isolatie. Dus je wilt, en dat, die had er nog in tussen zitten, je wilt natuurlijk geen onweersbui 4 jaar nadat het gebouw klaar is. Maar vervolgens hebben we hier meer gebouwen meegemaakt. Dit is het Eerpas in Rotterdam, dat ziet er dan zo uit. Dus dan zie je ook weer hier, zowel in Amsterdam als die gebouwen die we al mee gemaakt hebben, dan zeggen de docenten en de kinderen, wat een prettige school. En dat zit ik hier te vertellen, denk ik, ja, mooi, die man die zit van eigen marktwaar te verkopen. Maar ga naar die school toe, vraag de docenten, vraag de schooldirecteur. Ja, fantastisch. Een heel prettig gevoel, een minder hoofdpijn, een goed geluid, maar ook het absorberen vermogen van het hout. Dat vernemen ze gewoon, het leeft gewoon heel prettig in zo'n houten gebouw. En net dat het prettig leeft, is natuurlijk wel een keer heel prettig om te zien. Dit is wat al die staat in die school. En dit is het atriumdeel waar je binnenkomt. Dus we zijn er trots op. En we gaan er op die manier ook mee verder. En dan was dit ook al mijn laatste sheet. En ik hoop dat ik een beetje binnen de tijd gebleven ben. Dank voor jullie aandacht.